Oude IJsselstreek zet met windenergie, zonnepanelen op daken en zonneparken in het buitengebied stappen richting energieneutraliteit. Qua aantal zonnepanelen op daken is de gemeente met 12 hectare koploper van de Achterhoek, maar richting 2030 ligt er nog een grote taak. Ja, daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee en ook heel erg trots op. Maar voor mij geen signaal om op onze lauweren te gaan rusten. En we gaan ook onverminderd door. Nou, laten we vooropstellen dat het natuurlijk hartstikke mooi is dat Oude IJsselstreek koploper is. Maar tegelijkertijd, ja, positief succes moet je vieren. Maar we moeten ook vooral met z'n allen doorgaan. Doorwerken in die energietransitie en de kansen daar benutten. Want de doelstelling ligt er niet om. Om te voldoen aan het akkoord van Groenlo, waarbij de hele Achterhoek in 2030 energie-neutraal moet zijn, moet er nog het nodige gebeuren. Zo is er 8 hectare aan zonnepanelen op daken nodig. En als we alleen al kijken wat in het laatste jaar gerealiseerd is, is 5 hectare. Dat is natuurlijk een hele grote slok. Dus als we dat tempo door kunnen zetten, halen we dat in ieder geval met gemak. Verder moeten we natuurlijk ook met windenergie aan de gang. En we komen er niet onderuit dat we ook zon op land moeten hebben. Het is juist die mix die samen mogelijk maakt om die doelstelling te gaan halen. Inwoners volgen de ontwikkelingen en de invloed daarvan op het landschap met argusogen. Maar AGEM ziet een groeiende acceptatie. Mede omdat er door lokale aanbesteding een impuls wordt gegeven aan de regionale economie. Ja, het is een kwestie van gewenning, denk ik. En vooral die kansen gaan zien. Dat als we het samen aanpakken, dat we ook samen het geld in de regio houden. Dus niet alleen bezig zijn met energie, maar met name ook de toekomst van de hele Achterhoek, economisch gezien. Naast zon op dak, wat de voorkeur van de gemeente heeft, wordt er komend jaar ingezet op windenergie en zon op land. Nou, wind staan we in die zin ook goed op. We hebben al 4 windmolens in onze gemeente. En er komen er nog 9 bij het plan Den Tol bij, plannen Netterden. En in maart gaat de tweede fase van 30 hectare zonne op land open. Dus ook afwachten wat we daar aan binnenkrijgen. Maar als ik nu al hoor zo in de wandelgangen, zijn daar wel veel initiatieven voor te verwachten.